Yes, een nieuwe Android World Update. Hier Ruud en die heeft weer wat moois meegenomen. Het is de... Moto 360. Ik denk wel een van de meest gehypte smartwatches van dit jaar. Ja, dat is wel met reden, want het is namelijk de eerste ronde smartwatch. En horloges zijn vaak rond. Hè. Toevallig heb ik hier een analoog niet rond horloge. En smartwatches ja, zijn natuurlijk vaak vierkant. En vierkant zien er ook minder stijlvol uit. En het is ook eigenlijk wel logisch dat een horloge met een scherm vierkant is. Want ja, eigenlijk zijn alle schermen rechthoekig of breed of vierkant. En je gaat ook niet naar een ronde televisie kijken. Nee, dat is een beetje gek, maar dat is mijn eerste vraag namelijk ook direct. Hoe merk je, wat voor verschil heeft dat zeg maar dat het rond is? Behalve dat je het ziet dat het rond is, moet het qua systeem wel gevolgen hebben? Ja, nee, dat is zeker waar. Even los van het feit, je doet hem op je pols en je voelt meteen, je hebt gewoon een normale horloge aan. Terwijl bij andere smartwatches niet dat. Maar Motorola heeft er wel een concessie voor moeten doen. Onderaan het scherm zit een klein zwart randje. En daar zit eigenlijk alle elektronica in die nodig is om het scherm aan te drijven. En daar is heel veel commentaar op dat randje. Het stoort mij persoonlijk niet. Ja, je ziet inderdaad dat hij niet helemaal rond is. Dus je ziet hier inderdaad dat een kleine... Ja, maar Motorola die moest een keuze maken. Of de rand breder of dat stukje onderaan maken. En ze hebben gekozen voor dat stukje onderaan. En ik denk wel dat in deze nu de beste keuze is in ieder geval. Ja, wat je net zelf al zegt, het voelt inderdaad als een horloge aan. Dat komt mede doordat het eruit ziet als een normaal horloge. Ja. Het is rond, het is een heel mooi design. Het heeft een leren bandje. Je kunt de bandjes ook verwisselen als je dat zou willen. Dan kan je dat zelf doen? Hoe doe je dat dan? Ja, ik heb het zelf niet geprobeerd, maar het zou kunnen. De meeste bandjes zouden er gewoon op moeten passen. Dus als je naar de winkel gaat en vraagt, zet hem mij er even op, zou dat geen probleem moeten zijn. Hey, en wat kost dat ding nou? Want je hebt hem hier om, je hebt hem in Amerika gekocht. Ja, in Nederland kost hij ongeveer €250. Het is natuurlijk een stevige prijs voor een smartwatch. Anderzijds, je hebt ook wel gewoon een modeaccessoire om je pols. Hey, dus, en wanneer komt die uit dan? Kunnen we voor de kerst nog om ons Nederlands posten? Ja, met een beetje geluk wel. Dat is natuurlijk redelijk populair. Hij zou midden november ergens leverbaar zijn. Hij is wel wat te bestellen in Nederland. Deze komt uit Amerika, daarom heb ik hem wat eerder. Ja, hoe lang gebruik je hem nu? Ja, ik heb hem nu een paar weken, ze hebben hem even uitgeleend, maar ik heb hem denk 2-3 weken aan één stuk gedragen. En het voelt gewoon als een horloge. Ik had vroeger altijd een horloge om en dit is gewoon een prima vervanger daarvan. Oké, ja, Sander heeft dus echt al heel lang deze jongen om. En die is sowieso altijd best wel met zijn telefoon natuurlijk bezig. Maar ja. Die kijkt nu dit ding om heeft, is hij eigenlijk nog zenuwachtiger soms. Dat hij echt... Dat is misschien wel... Mensen denken van, die jongen die heeft haast, die moet weg, die moet de trein pakken of zo. Je zit de hele tijd op je horloge te kijken. Oh, notificatie. En het voordeel is dat je telefoon niet hoeft te pakken, maar het is heel irritant als je met iemand praat. Ja, maar zelfs in de auto, je ziet gewoon alles voorbij komen. En het leidt natuurlijk ook wel heel erg af, maar je hebt ook weer minder je telefoon niet op. Ja. Dat is natuurlijk wel weer het gevolg daarvan. Ja. Hey, je hebt hier een docking station. Vertel even hoe dat werkt. Ja, hij wordt draadloos opgeladen met een keylader. Dus deze wordt meegeleverd. Hij ziet er gewoon goed uit. Samen heel met solide dingetje is het. Met de horloge erin. En je kunt hem ook naast je bed zetten. En als je hem insteekt, dan krijg je een mooi klokje met batterijpercentage. En je kunt hem gewoon ook als wekker gebruiken. Je moet hem inderdaad wel elke nacht opladen. Dus, ja, in één dag doe je met de batterij? Ja, maximaal. Er is een laatste update geweest die hem iets langer heeft gemaakt. Dus dat je echt de dag ook haalt. Maar eerder was dat... Het is net een dag. Je haalt het nooit langer mee. Hey, en hij laat dus draadloos op. En dan heb je dus ook automatisch gelijk een wekkertje erbij. Display draait mee. De knop zit aan de bovenkant. Ja, waarschijnlijk is dit snooze of zoiets. Als je wekker. Nou, het is gewoon echt een klokje om de tijd te zien. Okay, je kunt er niet aan je telefoon... Oké, dat is jammer. Hey, nog een vraag. Met welke telefoons is dit allemaal te verbinden? Vanaf welke Android? Normaal zou Sander naast me zeggen, ik Sander, vertel welke Android versie. 4.3 of zo misschien. Volgens mij wel 4.3 inderdaad, want vanaf toen zit er Bluetooth Low Energy in Android. Dus dat zou 4.3 moeten zijn. Maar ja, het is ik krijg net in mijn oortje dat klopt, dat je zegt. Het is in principe met elke Android telefoon die vanaf dan draait. Dus het hoeft geen Motorola toestel te zijn, kan ook Samsung zijn. En hoe verhoudt zich deze, vind jij, tot bijvoorbeeld LG's ronde horloge, wat we ook binnenkort... Deze is natuurlijk wat stijlvoller. LG is wat sportiever. Ik krijg vaak de vraag van welke moet ik nu kopen. Ja, dat lijkt me een hele terechte vraag. Twee ronde smartwatches die nu... Ja, de eerste twee ronden. En mijn keuze, en dat is puur op uiterlijk, gaat nu naar de Moto 360. Waarom? Ja, ik vind hem wat stijver. Dus zoals ik zei, een beetje meer een mode-accessoire. De LG vind ik meer wat sportiever. Die heeft een grote ring eromheen ook.
Die is wel helemaal rond. Fossil idee. Die is wel helemaal rond. Echt helemaal rond, zonder die zwarte balk. Ja, ik weet niet, ik vind ze allebei mooi. Ik vind deze wat classier, wat klassieker. Die andere inderdaad wat sportiever. Maar hoe doet hij het in de zon? Al is er nu natuurlijk weinig zon te zien. Ja, ik heb nog niet... De display... Buiten kun je het prima zien. De lichtsterkte passen ook automatisch aan. Echt, de zon heb ik hem gewoon nog niet in kunnen testen, want die hebben we niet meer zo heel veel gehad. Maar ja, buiten ook zie je gewoon de tijd erop. En als je je arm optilt, dan gaat het scherm aan. Ja. En dan kun je zien wat de tijd is of dat dan notificaties zijn. We zijn nu wel echt serieus tijdperk ingegaan dat smartwatches echt worden. Echt worden. Echt dat iedereen dat gaat hebben. Dat ze niet meer zo geeky zijn. Maar goed, de eerste smartphones die wilde ook niemand hebben. Nee. Dat is gewoon ontzettend lelijk waar. En dat is hetzelfde met smartwatches, denk ik. Ja, mooi. Dus jouw laatste verdict over deze Moto 360. Het is een heel interessant concept. De Ronde smartwatch heeft zijn introductie gemaakt. Als je echt een goede smartwatch wilt, zou ik nog een halfjaartje wachten. Maar dit is een hele goede keuze.